Café Weltschmerz, welkom. Aan tafel Marie-Thérèse ter Haar van de Rusland Oost-Europa Academie. Dit is de tweede aflevering. De eerste aflevering is heel goed door jullie bekeken. Er zijn heel veel vragen gekomen, heel veel reacties. En dit wordt deel 2. In deel 2 hebben wij een aantal filmpjes opgenomen van speeches van onder andere Amerikanen en ook eentje uit Europa. Mensen waarvan je eigenlijk je afvraagt, wat doen ze daar en waarom praten ze zo over de Oekraïne? We gaan het daarover hebben en wellicht geeft dat wat meer inzicht over hoe de politieke, hoe het politiek verloopt eigenlijk en waarom het zo verloopt. Marie-Thérèse, welkom in onze studio. We zijn zo blij met je. Even een ander verhaal, even een iets andere intentie over wat er nou werkelijk gebeurt. Fijn, Max. Ik doe nog even een kleine inleiding wat betreft dat ik het weer heel erg fijn vind om bij jullie een platform te hebben. En ook de andere mensen van de andere krant en Gezond Verstand en iedereen die probeert om hier wat meer achtergronden over te geven. Dus we merken het aan onze mail, we merken het aan jullie reacties, dat een heleboel mensen eigenlijk niet eens wisten van dat telefoongesprek. Nee. En omdat ik dus gemiddeld 3 keer in de week ook lezingen geef, dat kan zijn bij clubs, dat kan zijn bij bibliotheken en bij ons in de academie. En dan merk ik daarin ook hoe vast het zit. Max, met de ingelezenen bij jullie zal dit bekend zijn. Maar het grotendeel is 90%, is dat meer? Van alle goede mensen die veel doen voor Oekraïners, voor de mensen die druk zijn. Maar ze hebben er geen notie van wat het jaar 2014 heeft betekend. En dat daar daadwerkelijk heel veel inmenging is geweest. En die inmenging, die wil ik dus even eruit tillen. Dus die bepaalde speeches even ingekort. Ze zijn niet allemaal meer te vinden. Wordt al weggehaald. Ja. Maar om nou het jaar 2014 te nemen, waar we veel te weinig van afweten, ga ik even naar die laatste maanden voor het jaar 2014. Herinner jij je dat nog? Nee. Dat heeft met mijn leeftijd te maken. Schei uit. Als ik je help herinneren, dan weet je het wel. Dat daar in Oekraïne, in de kou, de mensen stonden te demonstreren op dat Maidan. Oh ja. Natuurlijk. Ja. Dus, ja. En daar wil ik dus even naartoe om naar die sfeer te gaan. En daarmee gaan we naar een Amerikaan die waarschijnlijk wel bij jou bekend is. Die dan op dat Maidan staat steun te geven. Okay. Ja. Dus de eerste video kan komen. People of Ukraine, this is your moment. Народе український, це ваш момент. This is about you, no one else. Це про вас. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни. Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. A future in Europe. Майбутнє Європи. A future of peace. Майбутнє good relations миру. With all of your neighbors. Майбутнє всіх ваших сусідів. The free world is with you. America is with you. I am with you. Бідне, що творилося, коли... And the destiny you seek lies in Europe. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Ukraine will make Europe better, and Europe will make Ukraine better. Thank you. Ja. Boven alles, Oekraïners vechten dapper voor hun vrijheid. Ja, dus dat, laat dat gezegd zijn en laat dat een hele belangrijke zijn. Maar, en onafhankelijkheid, daar heeft Rusland nooit problemen mee gehad. Wat er ook vandaag de dag allemaal in de kranten staat. Ik blijf er gewoon bij. Oekraïners
zijn met Russen verbonden. Ja, op dat moment is in de 1/3 van het land nog Russisch. Allemaal getrouwd met elkaar. Maar wat is het verschil met het Russische land? In het Russische land was het in die jaren voor het eerst beter gegaan. Ja. Een soort middenklasse. En in Oekraïne is de puinhoop compleet gebleven. En dat is vooral door presidenten die aan dat land trekken. En dat is twee, de macht van de oligarchen, extreem daar. Ja. Heel veel corruptie. En eigenlijk, mensen verdienen nog niet 1/3 van wat een Russische mensen verdienen. Ze konden nog heen en weer reizen. Maar ook omdat het land in het midden ligt, waar we het vorige keer over hebben gehad, is het een grensland, dus met heel veel volkeren, maar grotendeels Oekraïners en met Russen, nogmaals altijd verbonden met elkaar, behalve de westkant. De westkant. En dat is Lviv. Lviv. En iets verderop is dus Kiev. Maar dat is vooral de elite, jonge mensen die terecht hunkeren naar een betere maatschappij. Maar misschien omdat ik 40 jaar tussen de Slavische mensen heb geleefd, dat er is ook een bepaalde idealisme, maar euforie geweest. Dat in dat grensland waar NAVO net zo goed aan het oprukken was, waar westerse NGO's waren, waar ik met eigen ogen heb gezien, want anders zou ik dit nooit zo zeggen. Dan had ik meer gezegd van Oekraïne heeft recht op onafhankelijkheid, wat ik iedere week hoor. Dat land mag zelf keuzes maken, is ook zo. Even realpolitiek, wat zou Amerika ervan vinden als de vijand, in dit geval China, aan de Canadese grenzen zou staan? Dus dat zou ook niet zo worden getolereerd. Dus Rusland heeft ook een bepaalde zeggenschap over hun veiligheidseisen. Nou, en dat is het NAVO-hoofdstuk. Maar nummer twee is natuurlijk het volk. Het volk wat recht heeft op onafhankelijkheid, maar wat toch in die frustratie, wanhoop, armoede heel makkelijk was te beïnvloeden. Dat zag je in dit gesprek natuurlijk, hoe daar beïnvloed werd. En ja, dit kan heel mooi zijn. Dit heb ik zelf als mooi ervaren. Ik werkte op dat moment in Kiev. Ja. En als ik niet zelf met eigen ogen erbij had gestaan, dan had dit onderwerp mij überhaupt niet gefascineerd. Hoe het nou zo uit de hand is gelopen vandaag de dag. Ja. Dus het is oké. Misschien. Ik zie daar een Amerikaan staan die precies vertelt wat het volk moet vinden, denken en voelen. Ja. Dat is wat hij doet. Ja. En dat iedereen die niet Russisch is, achter ze staat. Ja, dan zet je het eigenlijk al op scherp, op zo'n moment. Zo. Toch? Ja, jij praat anders dan de gemiddelde Nederlander. Maar ik vind het hier is wel het begin. Dit is het begin. Ja. Het is natuurlijk ook een echte havik, hè, uit Amerika. Dus als je studie van hem gaat maken, dan komen we opnieuw terecht bij de Wolfowitz-doctrine, wat al veel dieper zit. Ja. Wat maakt nou dat die Amerikanen daar zo aanwezig wilden zijn? Ja, dus dat is de hamvraag. Wat maakt dat de Amerikanen zoveel moeite doen om de Oekraïne van Rusland los te maken en daar heel dominant bovenop te zitten? En zelfs zo dominant dat Europa eerder al misbruikt wordt voor de Oekraïne dan dat Europa een echte rol krijgt binnen de Oekraïne. Althans, zo zie ik het. We zijn nu in oktober 2022 en de boel is totaal geëscaleerd. En ik pleit voor de dialoog en ik pleit voor om de tafel Rusland met Amerika. Van niet nog meer doden. Om de tafel nu. Maar het is heel verschrikkelijk hoe dit uit de hand is gelopen en hoe hier al de wapenleveranties worden gebracht en natuurlijk de NAVO-trainingen. En ik wilde er nog een kernopmerking bij zetten. Misschien kom ik daar zo direct op. Maar laten we maar even ook zeggen, oh ja, dat wilde ik net zeggen, dat voor mij is het een raadsel hoe Duitsland, Frankrijk, ons eigen land, toch hier zo in meegaan vandaag de dag. Ja. Want daar komen we zo direct nog wel even op. Ja. Dat ook de Europeanen, wel of niet op eigen kracht,
of toch mee moeten met de Amerikanen om op het Maidanplein de boel verder te gaan ontwrichten. Oké, McCain staat hier. We gaan nu 31 december. Het wordt heel koud. Mensen gaan met tentenkampen daar staan. Hopen op die mooie worst van Europa en Amerika. Om dat land waar dus maar geen orde wil komen. En waar de corruptie extreem is. En de macht van de oligarchen. Die gaan nu... nu gaan we even naar het volgende fragment in februari. Volgende fragment. What appears to be a hacked phone conversation between top US officials about Ukraine, in which the EU is dismissed in crude terms, has been posted on the internet. The comments are attributed to the US Assistant Secretary of State Karen Nuland, who met President Yanukovych and opposition leaders separately in Kiev on Thursday. The date and precise context of the recording are not known. Nuland and the US ambassador to Ukraine, Jeffrey Pyatt, discuss which of the country's opposition leaders they'd like to see in government, and they refer to getting the UN involved. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, f*** the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. The video has a transcript in Russian. The US State Department said it didn't know where the recording came from, but it criticized Moscow for publicizing it while being suitably contrite towards the EU. We work incredibly closely with the EU and with representatives of the EU, and Assistant Secretary Nuland certainly does as it relates to Ukraine. And she's been in close contact with EU High Representative Ashton. Also, let me convey that she has been in contact with her EU counterparts and of course, has apologized. A spokeswoman for the EU foreign policy chief told Euronews that Brussels wouldn't comment on a leaked alleged phone conversation. The video clearly aims to embarrass the US, echoing Moscow's accusations that the West is meddling in Ukraine. Vertel, wat hebben we gezien en wat hebben we gehoord? Ja, dit is een ander fragment, maar het komt in het principe op hetzelfde neer wat we vorige week hebben al uitgezonden, Max, dat het... hier aan het licht komt dat het een door het gelekte telefoongesprek, dat je deze mevrouw Victoria Nuland ziet. Zij is dan een Amerikaanse mevrouw, echt een havik. Komt al uit de tijd met George Bush en Dick Cheney. Nu in dienst van de Obama-regering en Biden als vicepresident. Dat zij hier een gesprek heeft met de Amerikaanse ambassadeur. En daar wordt dus eigenlijk bekokstoofd dat de oude president moet weggaan. Ja. En dat is, die wordt in Nederland natuurlijk neergezet als iemand met die gouden toiletpotten en wat hij allemaal voor een mooi paleis had. Maar waar het om gaat is, die man was wel democratisch gekozen. Alle presidenten voor hem waren corrupt. Dus opnieuw frustratie van het volk. Maar het ging er eigenlijk om deze man, Yanukovych, die was voor de neutraliteit van Oekraïne. Dus en een goede band houden met de Russen en met Rusland en een goede band met Europa. Dus dat land als brugfunctie gebruiken. Maar op een of andere manier werd dat niet getolereerd. Dus hier zit dat het in werking wordt gesteld om deze man dus af te zetten en om er een soort Amerikaanse pro-Amerika man op te zetten. Dat hebben we vorige week gezien, dat is die chocoladekoning. Ja. En deze mevrouw, samen met Pyatt en natuurlijk met een heleboel andere neoconservatieven, die zorgen ervoor dat er een regime change plaatsvindt. En nogmaals, op dat moment ben ik in Kiev aan het werk. Zakenmensen, onze reizen. En kon ik gewoon niet plaatsen wat al die voorname Amerikanen deden. Zo aan- en afvliegen en Soros en allemaal flyeren met mooie marketing. Acties met die jeugd ook vertellen. Als jullie zaterdag komen naar die en die wijk, dan krijgen jullie gratis oranje t-shirts. Jullie krijgen gratis PR-lessen voor democratie. Als jullie maar bij het Westen horen. Wij helpen jullie. En op dat moment vond ik het allemaal nog grappig. En nogmaals, je bent er niet mee bezig. Maar ik kon het gewoon niet plaatsen. Wat doen zoveel prominente Amerikanen aan en af vliegen naar Kiev? Ja. En hier viel bij mij het kwartje. En hier ben ik me gaan verdiepen toen dit dus aan het licht kwam. Dat dit, zeg maar, gewoon
recht. Het is een staatsgreep geweest. Ja. En dat maakt dat Russen ook zo, die op dat moment nog pro-Europa waren, met een Poetin volledig met Europa en Amerika een normale verhouding, tenminste tot elkaar komen. Maar heel vaak heb ik daar de Russen al iets gevoeld, iets de havikkenkant, van Maritresse, als jullie regime change doorvoeren, bijvoorbeeld met dat Irak, daar hielden ze zich nog stil. Maar ze zeiden wel, jullie hebben geen plan B. Je ontwricht iets, maar je hebt geen plan B. Vervolgens komt daar Libië bij. Nou, toen werden de Russen iets alerter, maar het was nog steeds pro-Europa, pro-Westen. Dan krijg je Syrië, weg moet Assad. Nou, je weet hoe Clinton daar bovenop was. Al die regime changes, zonder nadenken over een plan B, heeft de Russen alert gemaakt. Dus een Rus zegt gelijk, nog voordat dit bekend werd, ga nou niet in onze achtertuin, waar wij zoveel Russische mensen hebben wonen, of getrouwd met Oekraïners, door met regime change. Nou, wat heb ik ruzie gehad, discussies met Russen, van regime change, wij in het Westen, Amerika, een regime change in Oekraïne. Het is toch dat het volk dat zelf wil. Hè? Van je moet wel even helder blijven denken, zoiets in die geest. Maar uiteindelijk vind ik toch dat zij daar gelijk in hebben. Dit is een regelrechte regime change waar CIA bij betrokken is. Ja. John Brennan, FBI, de Comey, alles wat er na die tijd gaat spelen. Jouw sjaal zit tegen de microfoon aan. Dus kan je hem iets... Ja, je moet hem eventjes een klein beetje... Ja, ja oké. Okay. Trek hem wel. Oké. Okay. Ja. Dan heb ik daar nog wel een vraag eigenlijk. Dat is dat in hoeverre is er een betrokkenheid geweest van Trump? Komt zo direct. Komt dat? Spannend. Oké, heel goed. Maar we hadden net terecht beide een vraag. Hoe Europa hier eigenlijk in stond. En ik blijf hem afvragen, Max. Geef jij me het antwoord. Wist Europa daar op dat moment van? Zijn we naïef? Nee, we zijn onze naïviteit wel kwijt inmiddels. Mm-hmm. Maar je zou kunnen denken dat het toch wel een vooropgezet plan is geweest om tot een oorlog te komen. Althans, mm-hmm. dat is wel de indruk die het nu gegeven wordt. Mm-hmm. Ik zie de rol van Europa eigenlijk niet aanwezig. Er is geen reden voor een rol van Amerika of van Europa om hier in te excelleren. Ik zie wel dat er belangen zijn van Amerika om problemen in Europa te ontwikkelen. Dat is wat geopolitiek gezien. En ik denk dat er persoonlijke economische redenen zijn van een aantal mensen die het beleid in Amerika maken. Mm-hmm. Ja? Dus dat zijn de grondstoffen in de Oekraïne en de wijze waarop ze daar bedrijven hebben opgericht om die grondstoffen te kunnen exploiteren. Mm-hmm. Maar voor de rest zie ik niet een goede reden voor Europa om hier aan dit hele spel mee te doen. Ja. Nee, daarom is het ook mijn vraag in 2014, wat ook onze landen toch heeft bezield om daar massaal naar dat plein te gaan. Dus daarmee gaan we nog even naar een fragment waar jij altijd wel op gesteld bent. Ja, dat is... Dus daarom til ik hem er even uit. Okay. Een beetje een Jiskevet moment. Ja. We, as the European Union, have only one obligation. Go ahead. That's to say and to stay behind your cause. Behind what? Cause. Behind our fight. І для нас тільки одна є вимога, щоб ви вичекали цей момент, щоб ви були спокійні. What we're going to do is that every week a new delegation of the European Union and the European parties and the European Parliament shall come on this place until you have won your fight. І що ми маємо зробити, це гарантувати, що кожного тижня представники Європейського парламенту приїжджатимуть сюди на це місце, допоки ми не переможемо. You know,
in the end, dictators can never win against their people. І ви знаєте, що врешті-решт диктатори не переможуть проти свого народу, якщо вони повстають. Never ever give up. Ніколи не здавайтесь. We are with you. We don't go, we stay with you. Ми з вами, ми не йдемо, ми залишаємось. Long live a democratic Ukraine. Thank you. Хай живе демократія в Україні. Дякую. Over doden niets dan goeds, als het gaat om verbalen, van balen. Maar wat doen ze daar? Wat een komedie. Ja, ik denk dat daar het ook is misgegaan met ons geopolitieke denken. Ja, bij ons is alles gewoon gericht op die toffe mensenrechten. Mooi, heel belangrijk, laat ik dat vooral zeggen. Vrijheid en democratie. En daar in Rusland of in Oekraïne, daar heb je één nog nauwelijks kaasstaaf van gegeten. Meer partijenstelsel, moet allemaal nog komen. En je hebt maffia gehad, je hebt daar in Oekraïne nog steeds. Maar in Rusland begon het beter te gaan. Daar werden ziekenhuizen, daar werden wegen gebouwd, daar werd onderwijs weer opgezet. Ja, dus het woord democratie, het heilige woord. En weet je, dat is gewoon toch een eigenschap die ik ook bij Slavische mensen heb leren kennen. Hoe ik ook van dat volk houd. Wat ze mij hebben geschonken, wat ze mij hebben gegeven. Maar een van de zwakke dingen is niet zo erg middenklasdenken ontwikkeld. Dus een Rus of een Oekraïner die gelooft veel eerder in de mooie blauwe ogen van Hans van Balen tot Biden. En die mooie worst die ze voorhouden. Je moet een beetje vergelijken met iemand van Oost-Duitsland. Dat komt bij ons wat dichter bij huis. Hoe moeilijk was het al voor de Oost-Duitsers? Nu nog steeds, na 30 jaar, om het kapitalistische denken, het democratische denken, het vrijheidsdenken, het middenklasse denken, om dat tot je eigendom, tot je te nemen. En dat is gewoon die mooie borst voorhouden. Een Oekraïne denkt echt met die vrijheid en die steun van Europa, dat als zij dan ook bij de Europese Unie horen, heb je ook een nieuwe keuken, krijg je ook een nieuwe auto. Dat heeft een Rus sterk in het karakter, maar een Oekraïne ook. Dus hier kwam dat echt binnen bij dat gefrustreerde volk. Ja. Als we maar bij Europa horen, dan komt het goed. Dan komt het goed. Ja. En daar hebben we heel weinig kans. Maar wat heeft Europa nu voor reden gehad om hier te excelleren? Op dit podium, op dit moment. Wat? Je weet dat de spanningen dan in Europa zelf gaan plaatsvinden. Mm-hmm. De Amerikanen hebben dat goed voorbereid. Ja. Je ziet ook dat in de relatie tussen Duitsland en de oostenburen daarmee ook spanningen ontstaan. Mm-hmm. Waarom wil je die onrust op deze manier, zeg maar, een soort vervolg geven? Waarom werken we daaraan mee vanuit Brussel? Wat zijn daar de motieven van geweest? En je zou eigenlijk zeggen, wie zijn daar de hoofdschuldigen van? Heb je daar een beeld in? Nee, nou ja, mijn antwoord weet je, omdat ik gewoon nu de afgelopen 10 jaar hier mega studie van heb gemaakt. En ik blijf het me gewoon afvragen hoe dat zit in Brussel. Tot onze eigen Rutte en Kaag en wie dan ook. Dat, geen gekat op politici. En iedereen heeft zijn eigen vakgebied. Maar qua geopolitiek, ik kan horen wat voor een enorme blunders te worden gemaakt. Tot er met geen kaas van hebben gegeten. Tot er met het schiet me even te binnen, Zijlstra. Die dan ook maar wat roept. Het lijkt wel in de mode. Toen begon dat al, dat als je er een anti-Rusland krijt in gooide, en Poetin en KGB en corruptie en alles wat er in dat land niet deugde, dan hoorde je erbij. Dus op een of andere manier, ik vraag me af wat wij in Brussel toen echt geweten hebben van deze bedoelingen erachter. En daar zit nogmaals het grotere spel wat daar gaat beginnen om controle te hebben over dat Eurasiatische continent. Wat mag Oekraïne voor weggaan? En kijk ook nog even, want deze hoort er ook bij. Sorry, ik wil jou niet onderbreken. Nee, geef het. Het is jouw programma. Nee.
In hoeverre wij daar in Europa ook voldoende van op de hoogte zijn geweest. Dat meneer Joe Biden aan en afvliegt. Aan en af. Nou, er komen nu nog drie beelden van, of drie filmpjes van. Maar kijk even naar zijn mooie... Hè? De regime change is gelukt. Er is een pro-Amerikaanse man op de troon gezet. Deze Poroshenko. Vervolgens krijg je natuurlijk het drama aan de oostkant van Oekraïne, waar de mensen niet mee kunnen met de westerse kant. Nee. Ja? We hebben vorige week die speech laten zien van Poroshenko. Dat was heel erg. Ja. Van wat hij bedoelde met een volk een eenheid te maken. Nogmaals, het is nog maar 31 jaar een onafhankelijke staat. Ja. Met zoveel Russen in dat land. Met zoveel mensen aan de oostkant die worden verscheurd met de westkant, waar zich nationalistische groeperingen gaan ontwikkelen. Ja, in combinatie met die steun van de Amerikanen en de CIA en de NAVO en alle politici en alle haviken à la Victoria Nuland. Maar goed, laten we even kijken hoe Joe Biden hiermee omgaat. Joe Biden is op dat moment onder vice president onder Obama. Hij is eigenlijk wel de hele architect achter dit Oekraïne-verhaal. Okay. Dus als ik dan nu hem zie als Sleepy Joe, die dan wel of niet Poetin een killer noemt en maar wel of niet met die wapenleveranties miljarden er weer tegenaan, dan denk ik... Mensen, Nederlanders, wat weten wij eigenlijk van deze neocons en in dit geval ook de democraten die qua buitenlands beleid zo er bovenop hebben gezeten om Oekraïne binnen dat Amerikaanse westerse kamp te krijgen. Dus laten we even kijken naar de speech die Joe Biden geeft in Kiev, waar hij voor de 14e keer naartoe was gegaan. En nu om de elite in Kiev, de pro-Europa kant uiteraard, de Soros kant, om die een hart onder de riem te steken hoe goed Amerika hen steunt. De revolutie van de dignity, van de waardigheid. The whole world is watching you. That's a fact. They're watching you. Because their hopes for your success, as you fight both the unrelenting aggression of the Kremlin and the cancer of corruption will impact on them. It is no exaggeration to say that the hopes of freedom-loving people the world over are with you, because so much rides on your fragile experiment with democracy succeeding. It's equally important, by the way, for aggressors around the world to understand that they can't use coercion, bribery, sending tanks and men across a border to extinguish the dreams and hopes of a people. Let me be crystal clear. The United States does not, will not, never will recognize Russia's attempt to annex the Crimea. It's that saying, that simple. Duidelijk, hè? Dus dit is allemaal net na die Maidan-revolutie, 2014. En dat is wat een heleboel Nederlanders dus niet hebben meegekregen. Ik denk ook dat, dat weten we onderhand, dat de NOS enzovoort, dat krijg je een rood kruis achter je naam. We weten het allemaal hoe moeilijk het is om deze stof behandeld te krijgen. Maar zolang Nederlanders dit niet hebben gezien, met opnieuw alle respect voor Oekraïners die onafhankelijk willen zijn. Maar we weten niet half wat hier gespeeld heeft aan onze ommenging, Amerikaanse inmenging, Europese inmenging. En zolang we dit soort beelden niet hebben gezien, zullen wij dit nooit weten en blijven we in die haatstand dat er maar één land schuldig is aan dit drama. Je moet op zoek naar de achtergronden. En nog een fragment, Max. Waar het begonnen is om Oekraïners zo ook in dat westerse gedachtegoed te pushen, te trekken. De John McCain's weer, de Graham Lindsay. Graham Lindsay is nu ook echt zo'n havik daar in de Amerikaanse politiek. Hoe die ook aan en afvliegen naar Kiev.
en maar wapens beloven, en maar trainingen beloven, en maar die worst voorhouden met het NAVO-lidmaatschap. Ja, dus hoe meer ik het bestudeerd heb en nog heel veel andere fragmenten eruit had kunnen zoeken, hoe meer ik ervan overtuigd ben van wat een fatale strategie om ons in Europa mee te sleuren, maar waar dit toe geleid heeft. Dus we gaan nu even naar de wapenleveranties en de steun die Oekraïnse soldaten in het jaar 2014, 15, 16, 17 gaan krijgen van... In de opbouw naar een conflict. Ja. Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік, 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже за щоб вони заплатили важчу ціну. I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами. Thank you. Це те ж саме гільзи з ворожих БМП, які розмальовані художницями. З Новим роком, дорогі мої! Het is duidelijk, toch? Ja, wat ik gewoon het erge vind. Het is dus niet even nu een oorlog zoals het nu zich ontpop heeft. Dat is al dramatisch genoeg. Maar echt, het wordt gewoon een burgeroorlog. En omdat je er zoveel hebt rondgelopen, 40 jaar lang. Heel veel kennissen, vrienden, hoteliers met wie je zaken moest doen. In de Donetsk, in het hele Donbassgebied. Ja, grotendeels zijn dat Russische mensen. Je hebt nog nooit van politiek gehoord. Die willen gewoon een vredig leven. Ja. Dat moet nog ontwikkeld worden, dat democratische denken. Net zo goed aan de westkant. Maar je gaat twee mensen in twee volkeren tegen elkaar opzetten... die toch 1000 jaar met elkaar verbonden zijn. Ja. Ja. En soms met conflicten, maar het is dus altijd wel... het is wel vergroeid aan elkaar. Maar... Ik blijf haken op het feit dat Europa haar belangen uit het oog verliest... en meegaat in dit narratief van van de VS. Mm-hmm. Daar begrijp ik niets van. Ik dus ook niet. Dat was mijn vraag aan jou. Kun jij me daar uitleg over geven? Het enige wat ik kan bedenken... dat is dat Europa geleid wordt door mensen die zich niet inzetten voor Europa. Ja. En dat ze een ander plan hebben. Ja. En wellicht zijn het globalisten die Europa maar als een heel kleine factor zien in een wereldwijd netwerk. Ja. En daarop op afstievenen. Ik kan me voorstellen dat dat een reden is. Ja. Wat heel vreemd is, dat Merkel op dit moment dus strijdt voor een overeenkomst tussen Rusland en Duitsland. Die wil gewoon vredesbesprekingen. Die wil de rol van Duitsland anders hebben dan dat het zich nu ontwikkelt. Maar ze heeft wel zelf geholpen aan de huidige bewindvoerders. Die de strijd wel aangaan en die geen vrede willen. Dus het is wel raar. Ik heb ook heel sterk de indruk dat... het een beetje uit de hand aan het lopen is. Dat er wel degelijk de Amerikanen zijn uitgeweest op oorlog. Dat kan je zien, dat zie je in de voorbereidingen. Mm-hmm. Dat zie je in de uitspraken die er zijn gemaakt, et cetera. Ja. Het is een oude vorm die Amerika wel vaker heeft toegepast... Ja. Om het regime te veranderen en naar de hand te zetten... Ja. Om daar economisch gewin uit te halen. Ja. Maar wat hier gebeurt gaat verder dan dat. Omdat Europa meegenomen wordt in dat verhaal. Ja. En ik hoorde onlangs, en ik geloof dat dat ook waar is... je hebt het ook buiten de Kamer onbevestigd... dat er een opleidingscentrum is opgezet door de NATO in Litouwen. Mm-hmm.
Maar ja, de vraag is wie daar opgeleid wordt. Dat is de vraag. Mijn idee is, althans het eerste waar ik aan dacht, was dat zijn de politici die daar zeg maar verteld worden hoe er verder mee om te gaan. En je zou, ja, wat jij zegt, het is een staatsgreep in de Oekraïne. In mijn beleving is het een staatsgreep in Europa en een staatsgreep in alle individuele landen, alle nationale landen van Europa. Wordt op dit moment een staatsgreep gepleegd. Ja, daar ben ik volkomen mee eens. En ook de NAVO is en blijft het hoofdprobleem. Dat is zo tragisch. Deze oorlog had voorkomen kunnen worden. Afgelopen december. Nee, het kan niet voorkomen worden op het moment dat men daarop uit is. Ja. En op het moment dat men daarop uit is en daar ook de machtsevenwicht ligt, de machtsfactoren liggen, dan kan je daar niets aan doen. Dan kan je als bevolking alleen maar kijken wat er gebeurt. Mm-hmm. En je ziet aan alle kanten zie je dat ons de mond gesnoerd wordt. Mm-hmm. Ja. Nee, het is voor mij. Ik bedoel, 20 jaar lang loop je hier tegenaan hoe we eenzijdig de politiek hebben. De media uiteraard. Maar afgelopen half jaar, ik ben gewoon verbijsterd, Max. Ik zie het aan de ongelovige Thomas, aan geweldige Nederlanders die in de bibliotheek wat willen weten. En je maakt natuurlijk ruzies mee, intern. Omdat dat je studie is geweest, maar vanaf van mijn jeugd ben ik al gefascineerd in Duitsland van de jaren 30. Hoe daar zoveel kiele Duitsers, pintere Duitsers, in één kant konden gaan geloven. Ja, hoe dat mogelijk was om naar Goebbels te luisteren of om daar naartoe te werken. Dat je met z'n allen één kant uit wordt geduwd. En dat overvalt me in mijn eigen Nederland. Hoe kan het niet alleen niet op zoek gaan naar de waarom-vragen, maar aan de andere kant, Nederlanders kunnen er ook niets aan doen als ze druk zijn. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Daar wil ik mild in blijven. Maar als je dit soort beelden niet hebt gezien en je hebt je er ook niet in verdiept in de stof en je hebt al 20 jaar geleerd van er is maar één bad guy. Ja, dat is gewoon. Maar het is gewoon dramatisch. En ik wil ook, weet je, we zijn al voorgekookt. Niet alleen 20 jaar propaganda anti-Rusland. Maar er komt bij ons de MH17 bij. Ja. En dat speelt precies in die tijd. Ja. Als wij ook wat meer geweten hadden in 2014 van deze regime change. Van dat per se Oekraïne bij het westerse blok willen hebben. Zegt natuurlijk, dan kom ik weer bij het hoofdprobleem, de NAVO, die eigenlijk het al in het vooruitzicht had, de Amerikanen, hier op dat plein, om Oekraïne binnen de NAVO te hebben. En daarmee konden ze dus ook die heilige Zwarte Zee, voor de Russen dan, in handen krijgen. Ja. Dus de Krim, dat was het summum geweest, om de Krim in handen te hebben voor de NAVO. Nou, en de Krimbewoners zijn in principe Russisch. Die wilden dus niet mee. Oké, die annexatie, nogmaals kort. Dan gaat het in het Donbass zo onrustig worden. Die willen ook aansluiting hebben. Die voelden er niet voor om met die Kiev-Amerikaanse regering mee te gaan. Ook weer westers belicht. Maar het is voor ons moeilijk om te begrijpen dat er ook nog mensen op de wereld zijn die niet bij het Westen willen horen. Ja. Maar bij Rusland. Dus in de Donbass, waar nu die provincies zijn, daar wordt het echt heel erg onrustig. En dat is 2015. Ja? In die burgeroorlog. Oekraïners die moeten vechten tegen West-Oekraïners. Russen, Russische Oekraïners tegen West-Oekraïners. Een drama onderling bij die families. Vreselijk. En juist in die onrustige oostkant van Oekraïne komt dan die MH17 aanvliegen. Nou, daar wil ik even op doorgaan, want dat is 2014. Dus daar speelt veel meer. En niet exact. Alleen. En
Wat mij daarbij opvalt, en daar wil ik heel graag jouw mening over, wat daarbij opvalt, dat is dat de overheid er alles aan heeft gedaan. Ja, het is een herhaling van feiten. Ja. Maar de overheid heeft alles aan gedaan om te laten mislukken, om die onderste steen nooit boven water te krijgen. En dat is op verschillende manieren is dus dat ook heel goed gelukt. In het onderzoeksteam is Rusland buitengesloten. De Oekraïne kreeg de hoofdrol en mocht bepalen wat wel zichtbaar, wat wel in het rapport naar voren kwam en wat niet. Dus ja, je zou kunnen zeggen, Nederland had in naam de hoofdrol, maar de Oekraïne had het in werkelijkheid. En dan is het ook logisch dat de Oekraïne vrij komt van blaam en dat de Russen het krijgen. Maar is dit nou een ongeluk geweest? Is dit nou een onderdeel van het plan geweest? Om de Russen alsnog weer verder te activeren in hun zeg maar, strijd om zeg maar, delen van de Oekraïne? Hoe moeten we dat zien? Het is een aparte lezing. Ja? Zoveel details. Ik heb ook veel respect voor Erik van der Beek. Ja. Die hier een enorme studie van heeft gemaakt. Mooi voor jullie in de studio opnieuw. Maar behalve het MH17. Net na die coup. Net na die burgeroorlog. Ja. En dat land in chaos en heen en weer getrokken worden. Wil ik alleen dat ervan zeggen. Opnieuw. Naar onze Nederlandse regering. Als dan Mark Rutte eigenlijk moet gaan onderhandelen. Eigenlijk naar Kiev toe moet. Naar Oekraïne toe moet. Ja. Wat is dan ook belangrijk geweest? Omdat dat land al gescheiden is en door die burgeroorlog gaat Rutte alleen naar Kiev. En daar zit dus die pro-Amerikaanse regering. Ja. Die is erbij gebaat om alles aan te zwengelen. Maar wat vertikt Rutte en Timmermans, dat is helemaal die tijd, om naar Oost-Oekraïne te gaan. En dat deden de Maleisiërs wel. Ja. En ook andere mensen. Ik heb daar ook voor de OVSE gezeten. Dus ik blijf het Rutte kwalijk nemen dat hij alleen naar Kiev is gegaan en niet naar de separatisten die uiteindelijk de zorg hadden over deze lichamen. Nou, je weet ook hoe de media daar toen al op inspeelde van die separatist. Dat was een goot en die was alleen maar aan het stelen met goudringen en telefoons. Ook hier ging de media totaal met ons op de loop, hoe groot dat drama ook is. Maar MH17 apart, maar ik wil alleen zeggen, het speelt in die tijd. Ja. En die moeten we in de context plaatsen. Ja. En dan nog als laatste, Max, wou ik dat nog even eruit tillen. We hebben dan, dat loopt uit de hand. Dus een Merkel, waar je over het had. En een Frankrijk gaat wel inzien van Jezus, dit zou wel helemaal fout kunnen gaan. Zij voelden dat die mensen in Oost-Oekraïne, dus Oekraïners met Russen of Russen, Russische Oekraïners, die gaan gewoon in de problemen komen. En door die chocoladekoning, nogmaals dat citaat van komen zij niet vooruit, er worden bommen op ze gegooid. Ik heb daar ontzettend veel vluchtelingen gezien, maar nu niet naar Nederland, maar naar Rusland toe. Miljoenen mensen zijn daar ontwricht. Ze zijn gepest. Ze hebben ze moesten wisselen van baan. Ze kregen moeite met het lonen uitbetaald te hebben. Totale ontwrichting. Ja. Dus die oorlog is daar in Oost-Oekraïne, die nu zo graag bij Rusland willen horen, is al 8 jaar aan de gang. Ja. Daar worden nog een poging gedaan om akkoorden te sluiten door Merkel en Macron. Hollande is dat in die tijd, pardon. En dat is het Minsk-akkoord. De eerste mislukt en de tweede gaat door. Ja, ja. En de tweede geeft dus aan dat die mensen in Oost-Oekraïne niet per se onafhankelijk gaan worden, maar een grote mate van autonomie. Ja. En dat was dat ze hun eigen taal mochten behouden, hun eigen geschiedenis enzovoort. En dan zou het Oekraïne blijven. En als die regering in Kiev, die Poroshenko, dus die zit voor Zelensky, daar een beetje goed mee om was gegaan, was dit ook nooit zo geëscaleerd. Maar nee, je voelt het al, hier komt het alweer, het geduw en gepush. Want Europa en Amerika willen toch per se dat land voor zichzelf hebben. En dat heeft de Russen zo zwaar geïrriteerd. Daar is het allemaal verslechterd. En omdat, nu is de aandacht even weg, Max, in Europa. Nu gaat ons leven verder. Wat hebben we allemaal? Syrië nog even de naweeën.
Dan krijgen we in Rusland, wordt onze kranten weer volgeschreven met Trump, met de verkiezingen, met Clinton. Ja, dat was wel heel wat. En dat heet nu Russiagate. Daar gaat alle aandacht naartoe. Weer Rusland uiteraard met bad guy. En uiteindelijk is dat dus door Hillary Clinton allemaal betaald om dat in gang te zetten. Daar heb ik het ook met jou vorige week kort over gehad. Maar wat speelt ook in die Russiagate? Dat is dat Joe Biden, vanaf dat jaar dat hij zoveel op dat Maidanplein loopt, heeft hij ook zijn eigen zoon en alle andere Amerikanen prachtige functies gegeven. Ja. Joe Biden hemzelf ook. Heel veel grote Amerikaanse zakenmensen, westerse zakenmensen. En ik ben voor handel en ik ben voor uitwisseling. En ik vind dat prachtig dat dat er is. Maar ik kon ook merken, en collega's van mij die ook zeiden van, als ze vertalingen deden voor McDonald's of voor Deer, en dat waren echt de Oekraïners, meer aan de, toch iets meer de nationalistische kant. We hebben nog nooit meegemaakt dat daar veiligheidsdiensten bij ons aanwezig zijn bij tolkwerk. Maar bij mij ging dat toen nog één oor in het andere oor eruit. Ik was nog zoekende. Ja? Maar op dat moment is het zeker dat heel veel goede functies worden gegeven. Plus de elite wordt gekoppeld aan de Amerikaanse financiële wereld. De grote wereld, ook de neoconservatieven. Maar dan krijgen we het zo dat Hunter Biden, de zoon van Biden, in het spel komt. Wat maakt nou dat die knaap vlak na de revolutie op dat Maidanplein een prachtfunctie krijgt als een van de directeuren van Burisma? Burisma is het grote gasbedrijf in Oekraïne. Ja, en de ene schrijft dat hij 50.000 verdiende in de maand dollar. De andere heeft het over 85.000. Plus nog grote bonussen bovenop. Hunter Biden, nog nooit in Oekraïne geweest. Weinig kennis van zaken, krijgt zo'n functie daar in de directie van dit hele grote gasbedrijf. In hoeverre is Joe Biden hierin betrokken? Allemaal geen details, is weer een apart gesprek samen. Maar het gaat erom, op het moment dat aan het licht kan komen dat daar een regime change is geweest met de Bidens en de McCains en de Hillary Clintons en de CIA enzovoort, moet dat eigenlijk wel verdoezeld worden. En dan helemaal als 2 jaar geleden Biden gaat voor het presidentschap. En er zijn natuurlijk mensen die wel naar voren willen brengen dat de laptop van Hunter Biden, dat daar gegevens op staan, wat Biden allemaal daar heeft gedaan. Dus op het moment dat dat eigenlijk aan het licht komt, dan probeert Biden nog zijn zoon te beschermen. Nogmaals, dit is weer terug in de tijd, 2016-17, dat hij volop die contacten heeft in Oekraïne, want daar zit nog steeds de pro-Amerikaanse regering aan de macht. En dan zie je dat Joe Biden, die gaat even heel gewichtig doen, opschepperig. Ja, dat is dus dat aan- en afvliegen naar Kiev. En daar zegt hij dus, mijn zoon, nee, die heeft daar nooit niet goede dingen gedaan. Wij gaan voor anticorruptie, wij brengen daar democratie, wij brengen daar de revolutie van de dignity. Ja. En dan zie je dat Hunter Biden, die wordt toch onderzocht door een hoofdaanklager. En die hoofdaanklager, ja, die is waarschijnlijk bijna net op dat punt om bepaalde dingen aan het licht te brengen. En dan hoor je dat Joe Biden hier zegt van, ik vlieg vanavond terug naar Amerika, hè? Dus ik ben nu in Kiev. Als die hoofdaanklager niet binnen 6 uur is ontslagen, dan krijgen jullie niet die miljard die jullie nu nog even was beloofd. Dus laten we heel even kijken nog naar dat fragment. I remember going over convincing our team, our others, to convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to the press conference. I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion.
I said, you're not getting the billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid at the time. Zelensky, wanneer is hij gekomen? En wat kwam hij tegen? Ja. Wat was zijn situatie? Ja, dus ook de Amerikaanse puppet, de Poroshenko, de chocoladekoning. Ja, het volk had gewoon gehoopt dat het daarmee allemaal zo goed zou komen. Maar het blijkt gewoon opnieuw een bittere teleurstelling. Corruptie. Vreselijk. Macht van de oligarchen blijft extreem. Nogmaals, die burgeroorlog in de Donbas die ons dus ontgaat. Met al die miljoenen slachtoffers die dan in dit geval naar Rusland vluchten. Dus het is opnieuw omdat Poroshenko, die was aangesteld door Victoria Nuland, niet gelopen zoals het volk had gehoopt. Eigen verantwoordelijkheid, ja. Wil ik ook nog even als een belangrijke zeggen. Dus daar wordt weer gekozen, weer een nieuwe president. Dus deze Poroshenko na 4 jaar wordt weggestemd. En daar krijgen we Zelensky. En dat is, nu zijn we al in 2019. Ja. En in 2019 is hij naar voren geschoven als iemand die belooft om het land te verenigen. Dat is ook zo cru hiervan. Ja. De volkeren met elkaar verenigen. En eerlijk is eerlijk. Ik denk echt dat hij gewoon het goed bedoeld heeft. Dat hij oprecht was. Ja. Dat we daarin wil ik. Ik ben 2 keer in Kiev en in Lugansk naar zijn voorstellingen geweest. Hij speelde de dienaar van het volk. Maar hij is uiteindelijk echt een cabaretier. Een toneelspeler. Iemand die mensen aan het lachen kan maken. Ja, nu dat, niet hoor, trouwens. Maar ik heb er nu, toch minder positiefs over te zeggen. Zoals die in het Westen natuurlijk als een soort Winston Churchill wordt neergezet. En bij ieder parlement kan toespreken. Hier zie je trouwens wel dat de Amerikanen en de Westelingen heel goed zijn in marketing. Dat is onze sterke kant. Ja, dat hebben wij eeuwenlang geleerd. Hoe je jezelf moet verkopen, hoe je je neer moet zetten. Daarbij was hij cabaretier. Dus je bent niet bang om voor de camera te gaan. Maar in principe is het Oostblok, Slavische mensen zijn jarenlang, eeuwenlang niet gewend om met marketing om te gaan. Hoe je jezelf moet verkopen, hoe je er beter aan kunt worden, geld verdienen en door de brievenbus reclames maken, geld verdienen. Ja. Maar ook met de oorlogspropaganda van Rusland. Daar is alles mis mee. Daar merk je het ook aan. Daar merk je het aan, Max. Ja, dat zij daarin duidelijk achterlopen. Ja. En dat Oekraïne een voorsprong heeft. Maar het Zelensky-gebeuren, precies wat je zegt, die is daar goed in. Maar ik blijf hem in dat opzicht... ben wel realist genoeg dat ik al in het begin mijn twijfels had van alle machtige Oekraïners gaan op hem stemmen. Hoe aardig het ook is dat zo'n knaap daar een prachtige zalen vol had en mensen aan het lachen kon maken. Maar president van een land zijn en van zo'n land, net als met Rusland en China en in ons eigen Nederland. Hoe moet je een land regeren? En die capaciteiten had hij absoluut niet. Absoluut niet. Maar behalve dat, in 2020, dan begint de hele coronatoestand. En dan hebben we in 2021 dat ook Zelensky ervoor open heeft gestaan en niet opgewassen was tegen de macht van de oligarchen in zijn eigen land. Met opnieuw, een deel is aan de Russische kant en een ander deel is aan de Amerikaanse westerse kant. En die vechten om de macht en hun eigen behoud. Zelensky is daar niet tegen opgewassen. Maar dat hij zo makkelijk meegaat in het uiteindelijk westerse kamp, waar ook helaas veel nationalisten zitten, tot en met ook in de begintijd rouwdouwers op een manier dat ik denk, hoe kunnen die in het parlement zitten? Dat is voor mij was dat een teken aan de wand van er gebeurt toch veel op de achtergrond. Ook het NAVO-gebeuren.
Ik had deze week weer een marinier en een andere meneer die bij Defensie werkte, die probeerde om wat verder te gaan denken. Maar die zeiden ook van nee, op geen enkele manier zou NAVO dat hebben toegelaten. Maar de regering van Zelensky en zijn mensen en bepaalde oligarchen, die hebben dat nog steeds gezien, wel of niet waar, dat NAVO dat heeft gewild. Maar die hebben dat toch opnieuw gezien van nee, ooit wel. En die heeft het mij wel beloofd. En die generaal in Amerika, die heeft gezegd wel over een paar jaar. Daar gaan we weer, het is niet straight. Nee. En dat bedoelde Poetin dus ook te zeggen. En de Russische havikken, ga niet verder met die NAVO. Nee. Nee. En het... Weltschets is verbonden aan een aantal internationale netwerken waar heel veel informatie uit voortkomt. Ja. En er wordt ook echt gesproken over de neonazi's en de invloed van de neonazi's op het hele systeem. Mm-hmm. Ja. Nee, daar ben ik eerlijk is eerlijk echt van geschrokken. Mist ook op ons nieuws. En ik denk dat onze tijd nu op is, want dat zou een ander onderwerp zijn. Ik ben veel met de Oekraïners, Max. En dan met name dus in Nederland de gevluchte Oekraïners. Je hebt ook veel contact met Oekraïners, met Russen in Rusland. Maar ook in de Donbass. Ik blijf goed op de hoogte, maar ik ben in Lvov wel erg geschrokken toch van de enorme neonazi-sfeer. Deze beelden zijn overigens nog wel te vinden op het internet. Dat ook neonazi's op 1 januari door de straten lopen. Dat er veel extreemrechtse figuren nog steeds in de regering Zelensky zitten. Dat er ook trainingen zijn die we net hebben gezien. Waarbij vooral dit soort kopstukken naar voren zijn geschoven. Ik denk dat we hier even een aparte aflevering over moeten. Want wij begrijpen dat in het Nederlandse niet. Of wij honen dat weg van, nou ja, dat zal wel weer een opmerking van Poetin zijn. Denazificatie. Maar ik ben echt wel geschrokken van het Stefan Bandera-gehalte in Lviv. En oorlog maakt ook dat hier extremen naar voren komen. Ja, dat ook. Maar ik denk, Max, dat we daar nu te weinig tijd voor hebben. Het neo-nazi gebeuren en Stefan Bandera vraagt gewoon meer tijd. En hoe Zelensky hier nu mee om moet gaan. Ik denk dat hij sowieso weinig kans van slagen heeft. Dit is zo uit de hand gelopen. Ik pleit nogmaals, please Nederlanders. Nederlandse regering, Europa, ja. Laten we streven om de tafel te gaan. We gaan november, december in. Er komen nog duizenden slachtoffers bij. Ja. Moeten we dit willen? Ja, kijk. Ik zou eigenlijk wel naar een conclusie willen. Ja. En de conclusie zou wat mij betreft zijn, maar ik wil heel graag dat je me tegenspreekt. Mm-hmm. Maar de conclusie voor mij zou zijn dat dit een opgezette oorlog is. In ieder geval vanuit Amerika en vanuit Europa is dit opgezet. Er moest een oorlog komen. Maar wat ik denk dat waar het niet helemaal goed is gegaan, dat is dat de reactie van Rusland toch een probleem is gaan worden. Mm-hmm. En kijk, aan de ene kant kan je zeggen van ja, het komt allemaal wel goed uit om die Nord Stream pijp die is opgeblazen. Nou, wij denken echt dat het de Amerikanen zijn geweest, want ze de enige belanghebbende daarin. Mm. De Russen hoeven hun eigen pijpen niet op te blazen, want die kunnen gewoon de kraan dicht doen. Mm. Dus dat is in het voordeel van de Amerikanen. Dan is er een gastekort en de prijs van de Amerikaanse gas wordt gewoon enorm, gaat enorm omhoog. Mm. De reset, dat is een heel groot ding. En daar past dit ook in. Hè? Dus tekorten creëren, angsten creëren. Dus ik geloof wel dat hier toch wel de donkere hand van de Amerikanen in zitten, met die van Brussel. Maar waar gaat het nu echt fout? Want het idee dat Rusland hier aan meegewerkt heeft, dat heb ik in het begin nog wel kunnen bedenken. Mm-hmm. Maar nu niet meer. Het is nu echt oorlog. Mm-hmm.
Terwijl het in eerste instantie leek op een, nou ja, een spelletje theater zoals we dat ook in Den Haag kennen, ja, op het Binnenhof. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik kan niet anders zeggen. Dramatisch. Gewoon dramatisch. Maar ik blijf zeggen, 1000 jaar verbonden met het Russische land, Oekraïense land, Tchaikovsky's, Tolstoy's, de mooiste mensen, de moeilijkste mensen, dezelfde eigenschappen, dezelfde, ja, cultuur. Oké, minder middenklas denken, maar wat kunnen wij van hen leren? Aan rust, aan spiritualiteit, aan wetenschap, aan techniek, aan beleefdheid. Aan moet je Moskou zien, hoe moderne stad, Yekaterinburg. Ja, dat zijn westerse steden, gericht. Ze hebben mij alles over Rembrandt verteld. Ja, ze hebben mij alles over westerse grootheden verteld, waarvan ik het niet eens op school had gehad. Helemaal dezelfde cultuur. Ik blijf ook zeggen, 30 jaar lang, Max, is dat land gericht op ons geweest. 1, de NAVO-belofte hebben wij geschonden. 2, op economisch gebied hebben wij ook Rusland soms beroofd. Ze hebben ook in ons geloofd. We hebben dit niet waargemaakt. En nogmaals, heel veel goede mensen. Maar ook die krachten die toen al aan het werk waren de afgelopen 20 jaar. Met de Wolfowitz-doctrine. Op 31 december was het duidelijk dat Rusland een ultimatum had gesteld. Wij horen bij Europa. Wij willen graag met jullie optrekken. Maar please, laat die NAVO niet verder gaan. En nogmaals, het gaat niet zozeer om dat enorme NAVO-ding. Maar de manier waarop. En omdat ik er zelf middenin heb gezeten. Hoe deze boze beer, die dan zo getreiterd is, kunnen wij in het Westen allemaal belachelijk vinden. Je kunt allemaal zeggen dat ik het nu te veel voor Russen opneem. Nee, ik ben realist. Ik heb het gewoon zien gebeuren. En oké, laat ik het dan deels ook voor Russen opnemen, omdat ik weet wat er is gebeurd. Dan is het dan maar een keer één woord vanaf die kant, omdat vanaf het nieuws hebben wij 30 jaar lang alleen maar anti-Rusland dingen gehoord. Ik heb het begrepen waar hun frustratie vandaan komt. En dat was tot 2014. Onmogelijk. Het was kicken op Europa. Het was de bijhoren. Maar verder was het. Verder niet serieus nemen. De NAVO even zeggen, Rusland, misschien is het op den duur plek voor jullie, maar verder weer terug in de kooi. Ja? Nou ja, je kan dus wel zeggen dat de Amerikanen het als een schrikbeeld hebben gezien toen die muur viel. He, want wat gebeurt er? Europa met Rusland samen zou zo sterk zijn geworden, zowel economisch als politiek, maar militair ook. Ja. De hele positie van de Amerikanen zou onder druk komen te staan. Dus dat er tweespalt gecreëerd wordt vanuit Amerika, lijkt me logisch. Wat mij niet logisch lijkt, is dat de mensen waar wij ons vertrouwen aan geven, in onze nationale landen en in Brussel, dat die hiermee op de loop gaan. Dat die hierin meedoen. En dat vind ik echt, dat meen ik, dat is gewoon een staatsgreep op zich. En daar ben ik het dus helemaal mee eens. Dus de beer is los. Met opnieuw heel veel problemen heb ik daarmee gehad. Ik begrijp ook waarom, opnieuw. Maar ook dat mis ik in onze berichtgeving. Continu. Het Russische leger is er zo slecht aan toe. Ook hierin krijgen we leugens voorgeschoteld. Ja. Ik ga niet zeggen dat Rusland dit gaat winnen. En niet dat het Westen wil. Ik wil dat dit ophoudt. Ja, maar het is alleen maar berichtgeving op een manier. Weet je, ik volg de deskundigen in India. Ik volg de deskundigen bij Al Jazeera. Ook Amerikanen zijn geweldig, hè? Dat mag dan. Ja, ja, dat komt er toch nog door. Ja. Maar weet je, wij zijn niet de hele wereld. En het is zo gek om te zien dat die 80% toch in Rusland de krachten bundelt. Helaas, we gaan Europa verliezen, maar we moeten de andere kant uitkijken. Het land is autarkisch. Ja? Ze hebben genoeg gas, water en licht.
Ja. Er is veel meer gaande in de economie als hoe wij dat in de kranten krijgen gepresenteerd. Ja. Ja? Er is veel meer gaande aan ook een saamhorigheidsgevoel en een patriotisme. Los van die jeugd en de elite die bij Finland en Georgië aan de grenzen staan. China is massaal natuurlijk bezig. India, grote contracten, nemen bedrijven over in Moskou. Dat is de nieuwe wereldorde. Ja. En dan zijn we in Europa, geef ik jou groot gelijk. We zijn klein, we volgen Amerika. Maar ik ben benieuwd hoe wij er over 10 jaar voor staan. We worden gewoon kapot gemaakt, dat is duidelijk. Ja. Ja. En ik herinner mij dus de periode na de Tweede Wereldoorlog... waarin je de Marshallhulp had van de Amerikanen. En daar komt nu ook bij mij een beeld naar boven... dat de Amerikanen eigenlijk ook wel aan de kern van die Tweede Wereldoorlog heeft gestaan. Mm-hmm. En uiteindelijk dus enorm veel geld heeft verdiend aan de wederopbouw van Europa. Mm-hmm. En het lijkt wel alsof ze daar weer mee bezig zijn. Straks Marshallhulp kunnen brengen na alle schade die er is. Mm-hmm. Om daar weer geld mee te verdienen. Maar dat is wel... Kijk... Het is, als je dan daar tegenover stelt dat ze een aantal belangrijke landen in elkaars armen drijven. Uh-huh. Hè? En dan praat ik over Rusland, ik praat over India, ik praat over China, Zuid-Amerika. Uh-huh. Ja, dat is denk ik wel toch wel zo'n 70-80% van de wereldeconomie wat daar nu met elkaar aan het werk gaat. Ja. En de Amerikanen verliezen dus toch. Ja. Ondanks het feit dat ze misschien Europa hebben en dat het kapot gaat... en dat ze daar weer wederopbouw kunnen plaatsen. Maar ze verdienen niets. Ze gaan zelf mee kapot. En of we dat toewensen, dat is een tweede. Maar het zou wel nog een terechte straf zijn. Zullen we het daarbij laten? Okay. Tot de volgende keer.